ziet het, hè, de drie gedaanten. Het is de zwarte gedaante is Krishna, de gele gedaante is Subhadra en de witte gedaante is Balaram. En je zou het niet zeggen, maar dat zijn broer en zus van elkaar. Hè, Krishna en Balaram zijn broers en Subhadra is hun zusje. Deze gedaanten, dat zijn heel specifieke gedaanten en die zijn in deze vorm ook verschenen om een speciale boodschap en een speciale band met de toegewijden van Krishna te hebben. Krishna wordt aangenomen als God en God heeft een relatie met u, met iedereen. He, God is de liefhebbende vader en het is niet zo dat God een broer heeft, maar God heeft een liefdeservaring, hè? U houdt van uw broer, hè? Die liefde die manifesteert hij in de gedaante Balaram. De liefde die u heeft met uw zus, die manifesteert hij in de gedaante Subhadra. En zo heeft God diverse soorten liefdesbanden met elk van zijn kinderen. Met sommige van zijn kinderen heeft hij een vader-moeder liefdesuitwisseling. En met anderen als een leermeester uitwisseling, liefdesuitwisseling. Dus we hebben diverse soorten liefde in ons leven. Niet alleen de echtelijke liefde. En die liefde willen wij proberen uit te delen met deze festival. We willen bijbrengen dat we allemaal aan elkaar gerelateerd zijn door liefde. Neutrale liefde, broederlijke liefde, vriendschappelijke liefde, noem maar op. Er bestaan diverse soorten liefde en dit festival wil promoten dat we elkaar bekijken door de bril van liefde. Het is niet makkelijk, het is makkelijker gezegd, hè? Ik heb het zo gezegd. Zelfs voor mij is het moeilijk om dat te zien. Ik zie u niet direct als mijn zusters of broeders. Maar door dit soort samenkomsten proberen wij te oefenen. In elk geval helpt het om die intentie te hebben, zodat we minder met elkaar in agressie leven, of irritatie, of afwijzing. Dus dat is de bedoeling, niet alleen van deze festival, niet alleen van deze religie, niet alleen van het hindoeïsme. Wij hopen dat elke religie die broederschap promoot. En ik denk dat dat zo is. Alleen in de interpretatie, in de uitwerking en hoe wij het beleven, hoe wij het doorgeven, zijn er soms verschillen. Helaas. Maar misschien is daar ook een opening om te kijken hoe volwassen we zijn om met elkaar de vergevingsgezindheid te praktiseren en toch de liefde te aanvaarden van anderen om ons heen. Ik ga een beetje uitleggen terwijl zij dus de opstelling finaliseren. Nou, dit festival werd het eerst gedaan in India vele duizenden jaren geleden. En sinds die duizenden jaren geleden is het elk jaar weer gedaan in India in Jagannath Puri. En in Jagannath Puri, als dus deze beeld gedaan is, een hele grote tempel daar, Jagannath Tempel. Deze beeldgedaanten zijn oorspronkelijk in die tempel heel groot. Ze worden dan op elk afzonderlijke karren getrokken door de straten van Jagannath Puri. Dus de zwarte gedaante Krishna heeft een eigen kar. Dan heb je een andere kar voor zijn zusje Subhadra. En dan heb je ook nog een aparte kar voor Balaram, zijn broer. En er zijn een miljoenen mensen. Volgens de World Guinness Book of Records is dat het grootste festival ter wereld. Nou, er zijn een miljoenen mensen. En ze doen het al jaren. En de traditie is dat als Jagannath, als God door de straten wordt getrokken van Jagannath Puri, dan komt de koning zelf, die veegt dan de straten schoon met zo'n bezem. Ik weet niet wie van jullie de stoet heeft meegemaakt. Zijn er hier mensen die mee hebben gelopen met de stoet? Ja. Ja? Hebben jullie gezien dat er iemand de straten ging vegen? Ja toch? Nou,
deze personen, tenminste de persoon die de bezem ging hanteren voor God, dat was de koning zelf. En het is nu nog steeds wordt het zo gedaan. De koning van Jagannath Puri die kan persoonlijk de straten vegen voor God. Want hij is de koning der koningen. God is de koning der koningen. Of hij nou zo verschijnt of in een andere gedaante, God blijft God. He? Dus zo is het dat wij proberen met deze feestelijke optocht, he, want het oog wil ook wat, door deze feestelijke optocht onder begeleiding van muziek en gezang, proberen wij dus de straten van Eindhoven aantrekkelijk te maken en zo vreugdevolle energie te verspreiden. En we vinden dat Eindhoven het nodig heeft. Maar niet alleen Eindhoven. De hele wereld heeft het nodig. He? Onlangs zijn er diverse bommen afgegaan in Engeland en weet ik veel waar over de hele wereld. We vragen ons af in wat voor tijd we leven. Of we zijn vergeten wat de mensheid inhoudt. Mensheid wil zeggen dat je een ander respecteert in zijn waarde. Doen we dat nog wel? Accepteren we de waarde van de ander? We proberen dus met deze festival te herinneren aan positiviteit, maar ook aan broederschap. U ziet hier mensen van diverse komaf, van diverse leeftijden, met diverse achtergronden. En er zijn mensen hier die werken, een goede baan hebben. Er zijn mensen die directeuren zijn, mensen die verslaggevers zijn. Jongeren die op school zitten, kleine kindjes van 7 jaar, die hebben allemaal meegedaan.